Minister Amoxi van Justitie en Politie en zijn Nederlandse collega voor rechtsbescherming Frank Weerwind blikken tevreden terug op de werkbesprekingen van de afgelopen dagen. Minister Weerwind heeft gedurende zijn werkbezoek gesprekken gevoerd aangaande de justitiële samenwerking tussen Suriname en Nederland. De bewindslieden zijn donderdag tijdens een persconferentie in Royal Torarica ingegaan op de afgewerkte agenda. En we hebben gesproken over Makandra, reclassering en jeugdreclassering, GGZ, zorg en terugkeer, samenwerking gevangeniswezen, decentralisatie, rechtszorg, mensenrechten situatie in Suriname, kinderbescherming, verdragen die belangrijk zijn voor de samenwerking met Nederland. Er is een El Pacto verdrag, een verdrag internationale misdrijven en verdrag inzage overbrenging van gevangen personen. We hebben verder ook gesproken over de anticorruptie aanpak. En we hebben ook veldbezoeken afgelegd. Dat was gisteren. En vandaag is er afgesloten met een bezoek aan het Openbaar Ministerie. En ook een meeting met mijn collega van Volksgezondheid. We refereerden al dat dit werkbezoek voortkomt uit maart 2022. Ik werd toen uitgenodigd om naar Suriname te komen op de verschillende justitiële en politionele onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Niet alleen met elkaar van gedachten te wisselen, ook de diepte in te kunnen gaan, ook de breedte op te zoeken, ook de praktijk te zien en te beleven. Dus niet alleen de theorie, maar ook zien waar gaat het over, welke mensen doen het. En vanuit dat heb ik een paar dingen heel nadrukkelijk geleerd en ook meegekregen. Projecten die goed lopen, ik denk bijvoorbeeld aan de reclassering, aan de jeugdreclassering, de jongerenreclassering, in de samenwerking tussen Suriname en Nederland, komt voort dat je wederzijds vertrouwen hebt. Dat je schouder aan schouder samenwerkt. Dat je of de kinderen heel centraal stelt. En dat je vanuit die visie en vanuit dat vergezicht elkaar ook vasthoudt en nadenkt. En welke stappen kan je maken? En hoe gebeurt het in Nederland? Maar ook hoe gebeurt het in Suriname? En wat kan Nederland van Suriname leren? En wat kan Suriname van Nederland leren? Vanuit die wederzijdse vertrouwen en vanuit die gezamenlijkheid, omdat je die kinderen centraal stelt. En daarin zal de minister van Justitie en Politie ook zo direct iets nieuws met u delen daarover. Want we zijn ook een concrete stap verder gekomen in de afgelopen dagen. Hoe belangrijk het is om juist te kijken naar juist die kwetsbare kinderen en hun omgeving. Naast de goedkeuring voor de volwassen reclassering, er nu ook goedkeuring is binnengekomen van de jeugdreclassering. Dus dat gaan we met nieuwe energie, met nieuwe perspectieven aanpakken. Eigenlijk kunnen we dit ook gelijk doortrekken naar de samenwerking omtrent het bureau familierechtelijke zaken. Vanuit Suriname is er ondersteuning gevraagd van Nederland en dat is toegezegd. Maar voor ons ook is het belangrijk, er zijn vier Haagse verdragen handelende over de bescherming van kinderen. Het gaat om interlandelijke adoptie en ook internationale ontvoering van kinderen. Dat we met het ratificeren van deze verdragen assistentie hebben gevraagd van Nederland voor de implementatie en dat is toegezegd.